Deze zomer hadden we in Nederland te maken met een ware geboortegolf. Als de coronapandemie en het thuiswerken ergens voor gezorgd hebben, zijn het wel baby's. Nou, drukke tijden dus voor de geboortezorg in Flevoland. Karin van Loenen, die is verloskundige in het Flevo ziekenhuis in Almere. We praten met haar verder. Karin, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Is een verloskundige eigenlijk iets anders dan een vroedvrouw? Nee, het is eigenlijk hetzelfde. De term is pas in het leven geroepen toen er ook mannelijke vroedvrouwen kwamen. Oh ja. En men vond dat geen vroedvrouwen konden zijn. Oh ja, want dat wist ik helemaal niet. Ja, vertel eens, hoe ziet een reguliere werkdag voor jou eruit? Ja, ik werk als verloskundige in het ziekenhuis. En dat betekent dat ik op gereguleerde tijden eigenlijk aan het werk ga. Anders dan een verloskundige buiten het ziekenhuis. En daar doe ik verschillende taken. Dat kan zijn dat ik een dag op de polykliniek werkzaam ben. En dus gewoon de bezoeken heb die gepland staan. Waarbij ik adviezen geef over zwangerschap. Of daarnaast ook de baby natuurlijk controleer en de bloeddruk controleer. Of ik heb dienst op de afdeling. En dan betekent dat ik ondersteun bij bevallingen. Dat kraamvisites lopen bij de mensen die opgenomen liggen. En ook de zwangeren die ziek zijn en op de afdeling liggen verder begeleiden. Ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een klinisch verloskundige, want dat ben jij dan, hè? Dan werk je in het ziekenhuis, en een verloskundige buiten het Flevo ziekenhuis? Je noemde al de werktijden, maar er zijn vast meer verschillen. Ja, de werktijden is natuurlijk één die de medewerkers zelf heel sterk ervaren als een groot verschil. Verloskundigen buiten het ziekenhuis, die hebben echt diensten, oproepdiensten. En dat varieert van 24 uur tot 48. En nou, heel uitzonderlijk tegenwoordig nog 72 uur diensten achter elkaar door, waarbij je opgeroepen wordt als er wat te doen is. Zij begeleiden thuisbevallingen onder andere ook. En het grootste verschil is eigenlijk dat zij de laag risico zwangerschappen begeleiden. Dus zodra er een medische indicatie bij komt, dan begint ons werk. Ja, merk jij een toename van het aantal bevallingen door die corona? Ja, we merken het. De toename zeker. Dat is een landelijke toename. Is die door corona? Ja of nee? Dat kunnen we natuurlijk nooit helemaal specifiek zeggen. Het vermoeden is van wel, inderdaad. En er is altijd een piek in de zomer, maar ja, de piek houdt wel en lang aan en is duidelijk hoger dan andere jaren. En is er ook verschil in meer of minder thuisbevallingen? Ik heb van de collega van de eerste lijn begrepen dat er inderdaad vooral in de eerste golf wel een toename van thuisbevallingen was. Omdat mensen het ziekenhuis echt probeerden te vermijden. Doordat ik niet echt zelf meer in de eerste lijn werk, heb ik nu geen zicht op hun cijfers. Maar ik heb de indruk dat dat nu weer wat gemiddelder is geworden. Ja, een punt dat de afgelopen tijd heeft gespeeld, en je vindt het ook belangrijk om daar wat over te zeggen. Zwangere vrouwen wel of niet vaccineren, hè, tijdens de zwangerschap. Ja. Waarom vind je het belangrijk dat ze zich laten vaccineren? Wij zien dat zwangeren die corona krijgen een grotere kans hebben om echt complicaties te krijgen. Het is zo dat als je zwanger bent, die baby een deel van de buikholte inneemt. En daarmee de ruimte voor de longen eigenlijk minder wordt. En dat maakt dat op het moment dat je corona krijgt en toch al ademhalingsproblemen hebt, je meer kans hebt om in problemen te komen daarbij. En daardoor meer kans om op de IC terecht te komen. En wat wij daarnaast dan zien is dat soms de beste oplossing om goed voor moeder te zorgen betekent de baby geboren te laten worden. Zelfs als dat soms heel vroeg in de zwangerschap is. Ja, merk je dat je toch nog moeite moet doen om zwangeren te overtuigen? Jazeker. Ja, mensen zijn echt gewoon heel bezorgd voor dat kind. En dus het gaat vaak om andere afwegingen dan buiten de zwangerschap. Maar we zien dus dat veel mensen zeggen, ja, maar weet je, ik wil me dat kindje dat niet aandoen. Terwijl wij dus heel erg de mening hebben dat je je kind beschermt op het moment dat je voor die vaccinatie zorgt. Omdat je minder kans hebt, inderdaad, op een vroeg geboorte in het belang van moeder. Ja, nou, stel dat je nou als zwangere dus extra hulp nodig hebt. Wat kan het Flevo ziekenhuis voor haar betekenen? Ja, de medische hulp is eigenlijk een beetje zoals alle andere ziekenhuizen ook allemaal te bieden hebben. Wat wij in het Flevo ziekenhuis inmiddels zo'n 12 jaar geleden hebben opgezet, is een extra zorgpoli. En dat betekent dat wij heel nauw samenwerken met maatschappelijk werk bij ons in huis.
Waarbij we zorg kunnen bieden die ook verder gaat dan alleen het medische stuk van de zwangerschap. Het is heel belangrijk dat je als jonge ouders ook de kans krijgt om goed ingebed te zijn. En de zorgen die je hebt op financiën of relationeel of welke zorg daar verder voor nodig is om straks ook goede ouders te kunnen zijn. Dat we dus ook op dat stuk inmiddels veel hulp kunnen bieden. En inmiddels is daar een landelijk programma voor de eerste 1000 dagen van het kind. Omdat we weten dat de beste start voor een baby ook gewoon de beste toekomstmogelijkheden te bieden heeft. Dus dat zijn wij in Flevo Ziekenhuis ook wel trots op, dat we dat al lang hebben staan. Ja, je krijgt natuurlijk met allerlei zorgorganisaties te maken als je zwanger bent. Hoe is dat specifiek in Flevoland geregeld? Flevoland is opgedeeld in stukjes, maar rondom Almere werken wij heel nauw samen in het verloskundig samenwerkingsverband van Almere. Dat heeft de naam Preal. En Preal is eigenlijk vooral een naam, een soort paraplu. En die hangt boven de zorg van het Flevo Ziekenhuis. Waar de gynaecologen en de verloskundigen en de kinderartsen en alle verpleegkundigen die daarbij horen vallen. Maar daar valt ook zorg op Almere, de eerste stap, het geboorteatelier. Maar ook de praktijken van Lelystad, Kleine Wonder en Vida vallen daaronder. En de jeugdgezondheidszorg, die het consultatiebureau verzorgen, die doen daar ook aan mee. En met elkaar proberen we die zorg heel goed op elkaar af te stemmen. En ik vergeet de kraambureaus nog te melden, die natuurlijk minstens zo belangrijk zijn. Met elkaar proberen we dat echt samen te doen. Maar dat is goede samenwerking. Zeker goede samenwerking, ja. Nou merk je door corona dat er in de zorg steeds meer digitaal gebeurt, hè? Qua communicatie, geldt dat eigenlijk ook voor vrouwen die zwanger zijn? Ja, op bepaalde mate wel. Bevallen kunnen we niet op afstand doen natuurlijk. Deel van de controle is ook niet, dus wij hebben gelukkig ook veel gewoon mogen doen. Maar je ziet wel dat dingen op afstand meer gebeuren. Er zijn meer telefonische afspraken. En binnen het ziekenhuis hebben wij met name de counseling via beeldbellen ingevoerd. En zijn dat wel verder aan het onderzoeken wat daar nog mogelijkheden zijn. Maar vooral de counseling op prenatale testen. Dus de bloedprik, de NIPT-test voor de eventuele afwijking in het begin van de zwangerschap. Dat is iets wat die counseling daarvoor wordt van tevoren doorgesproken via beeldbellen of telefoon.